Goedenavond, welkom bij het tweede deel van het optreden bij scheepvaartincidenten. Vandaag is de doelstelling hoe we een incident met brand aan boord van een passagiersschip gaan aanpakken. We kijken naar de veiligheidsvoorzieningen aan boord van schepen, niet alleen van passagiersschepen, maar van alle schepen. We geven aandacht aan wat specifieke gevaren aan boord van binnenvaartschepen. En we werpen een blik in de nabije toekomst als het gaat om de alternatieve energievoorziening van schepen. Ik heb hier een filmpje van een incident in het buitenland met een passagiersschip. Wat in aanvaring komt met een kraanscheepje wat omgevallen is. En met name jullie aandacht voor de situatie die aan boord ontstaat. Daar hoor je uiteindelijk het personeel roepen. Dat er geëvacueerd moet worden. Voor de rest laat het filmpje spreekt dat voor zichzelf. Non è che un fuoco grande. Mindenki ki! Mindenki ki! Was macht der? Jetzt wird's Appetit. Scheiße! Fuck! Gibt doch Stoff jetzt da offen. Weg, 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 weg
Je hoorde in dat filmpje al roepen van de mensen, het personeel, dat mensen van boord af moesten gaan. En als je met een passagiersschip aan de wal ligt, dan zou dat wellicht mogelijk zijn. Maar het kan ook zo zijn dat zo'n schip gewoon nog op de rivier drijft of ergens niet in de mogelijkheid is om zeg maar aan te meren. Waardoor we op een andere manier moeten zorgen dat we die mensen van boord af krijgen. Als we dan brand aan boord van zo'n passagiersschip hebben, dan zijn mogelijk de eerste acties die we zouden kunnen ondernemen is het sluiten van deuren, luiken, ventilatieopeningen en ramen van het schip. Vervolgens overgaan om het, zeg maar, de huid, de wanden en de dekken te gaan koelen. Dat noemen we dan de boundary cooling. En tenslotte het containen van het brandcompartiment. En die boundary cooling, dat is eigenlijk het rondom koelen van het compartiment om die hitteoverdracht te voorkomen en de temperatuur in die ruimte te verlagen. Ja, dat zou je kunnen doen met waterkanonnen als het gaat om het dek en de scheepshuid, met handstralen als het gaat om wanden en vloeren. In ieder geval, als we water aan boord van het schip gaan brengen, is het wel belangrijk om aan de stabiliteit van het schip te denken. Dus die regel die noem ik deze sessie nog wel een paar keer, maar wat erin gaat, zal er ook weer uit moeten. Het containen, door het toepassen van boundary cooling en brand onder controle houden in het brandcompartiment. En de reden waarom je dit zou moeten doen, dat is dat je daarmee tijd wint om jezelf gereed te maken voor een offensieve inzet. En daarnaast is een reden voor toepassing ook dat je tijd wint om een evacuatie mogelijk te maken. Denk nog even aan de vorige week. Die schepen worden vaak bezet met mensen die minder zelfredzaam zijn, de senioren. Dus je hebt echt veel tijd nodig om uiteindelijk iedereen van boord af te krijgen. En dan hangt het ook nog sterk af van waar dat schip dan uiteindelijk is. Aan de wal of misschien wel op de rivier, waardoor je andere schepen moet gebruiken om de evacuatie mogelijk te maken. En als laatste kun je boundary cooling ook toepassen als het gaat om het afschermen van de ladingzone. Nou, als we kijken, en dan gaat dit niet alleen maar over passagiersschepen, maar over allerlei schepen, hebben we hier een lijstje met wat veiligheidsmiddelen die schepen aan boord hebben. En dan kun je denken aan een noodstop voor stookketels, technische installaties en dergelijke. Blusinstallaties, blusmiddelen, ademluchtapparatuur, ventilatiekokers, luiken, de snelafsluiters op het plaatje daar links, waarmee je dus de brandstoftoevoer naar motoren, generatoren, kachels kunt afsluiten, etcetera, etcetera. Met name bij de nieuwere schepen zien we heel veel van dit soort functionaliteiten opgeborgen in één kast, een soort SOS-kast, en die vind je vaak in de buurt van de stuurhut. Verder, als het gaat om de veiligheidsmiddelen aan boord, heeft het schip ook zijn eigen bluscapaciteit. De vraag is dus, gaan wij, zoals we dat geleerd hebben, werken met ons eigen materiaal, waarvan we weten dat het gekeurd is, we zijn ermee bekend omdat we er regelmatig mee trainen, of maken we gebruik van de middelen die het schip heeft. Nadelen, als je gaat gebruik maken van de voorzieningen die het schip heeft, is dat je misschien wel verloopkoppelingen nodig hebt als het gaat om slangen of pompen en dergelijke. Het zal misschien mogelijk onbetrouwbaar kunnen zijn als het gaat om de stroomvoorziening. Maar de voordelen zijn wel dat je een veel snellere inzet kunt maken. En dat je geen gesjouw hebt met slangen en of zware bergingspompen. En als het gaat om een inzet waarbij de blusboten betrokken zijn, is het voordeel ook dat die blusboten daardoor flexibel inzetbaar zijn. Dus ze zitten niet gebonden aan het schip doordat de slangen vanuit de boot richting het incidentschip gaan. Verder de veiligheidsmaatregelen aan boord. Nou, de meeste schepen hebben een veiligheidsplan. Of in ieder geval een tekening, een plattegrond van het schip, waarop je de volgende zaken aangegeven ziet staan. Nou, dat kunnen jullie zelf meelezen. Toegangen, brandblusapparaten, ventilatiesystemen, reddingsmiddelen. Al dat soort zaken
vind je eigenlijk op het veiligheidsplan. Het zijn eigenlijk vergelijkbare plannetjes die je ook in kantoorgebouwen ziet hangen, in gangen en dergelijke. Het veiligheidsplan is ook meestal te vinden bij de ingangen aan boord van schepen. Nou, hier heb ik zo'n voorbeeld van zo'n plan, van het motorschip De Volharding. Het veiligheidsplan en nogmaals redelijk vergelijkbaar met wat je in kantoren tegenkomt. Een kritische ruimte van een binnenvaartschip, dat zijn de machinekamers. En niet allemaal zijn ze ingericht zoals deze op dit plaatje. Dit is de machinekamer van de SS Rotterdam. En omdat daar rondleidingen worden gegeven, hebben ze de motoren netjes afgeschermd met mooie zichtbare witte relingjes om te voorkomen dat je tegen de motoren aankomt en veilig zeg maar door zijn machinekamer kunt lopen. Dit is de machinekamer van het motorschip de Houston, dat is een tanker. Hij heeft dan weliswaar niet die mooie witte relingjes, maar je kunt wel zien dat dit een nieuwe machinekamer is, waarbij je een ruimte hebt die goed verlicht is, schoon is. Je ziet ook links op het plaatje, zie je de airco, goede ventilatiesystemen, goede hoogte in de machinekamer. Dus kortom, een ruimte waar je eventueel bij een inzet een prima inzet zou kunnen doen. Hier ook wat foto's van machinekamers van met name nieuwere schepen. Linksboven, machinekamer van de motorschip De Speelman. Het zijn eigenlijk alle drie tankers. Dus kortom, goede ruimtes waarbij je voldoende ruimte tussen motoren, generatoren en allerlei andere technische installaties hebt. In het vorige plaatje stond al iets over machinekamers, maar als je praat over een binnenvaartschip, hebben we vaak twee machinekamers. Eentje voorop en eentje achterop. Voorop ziet er soms wel zo uit zoals op dit plaatje, waarbij je aan de rechterkant de generator ziet en aan de linkerkant de kopschroef. Nou, verder, je ziet ook hier weer hoge plafonds, goed verlicht, goede ventilatie. Dus best wel een ruimte waar, als hier iets aan de hand is, om er toch op een goede manier in te kunnen inzetten. Hier wordt het al minder. Het is ook een machinekamer van een binnenvaartschip. Hier zie je dat de plafonds niet zo hoog zijn, motoren erg dicht tegen elkaar aan. Alles wat bruin is, is brandstof, brandstofleidingen. Dus als je hier van voor naar achter moet, ja, dan is de kans best aanwezig dat je uiteindelijk tegen een van de motoren aankomt. Dus hier wordt het al de vraag en de overweging of je hier bij een brand in zo'n machinekamer met een ploeg naar binnen zou moeten gaan. Dit soort ruimtes, daarvan zul je zeggen, ja, dit zijn plaatjes uit het archief. Maar bedenk wel dat er nog steeds heel veel binnenvaartschepen rondvaren die net na de oorlog zijn gebouwd. En schepen die met name zeg maar, van onze oosterburen ook in onze wateren varen, die machinekamers hebben die hierop lijken. En ook dit zijn ruimtes waar we mogelijk in zouden moeten kunnen gaan inzetten. En hier is ook heel belangrijk dat je die afweging gewoon met elkaar maakt of dit verstandig is of niet. Je ziet hier heel mooi gekrulde bruine leiding lopen. Nou, dat is een brandstofleiding. Het blauwe deel rechtsboven is een dagtank. De schipper met een sigaretje in de machinekamer. Het is geen uitzondering. Aandachtspunten bij brand in de machinekamer. Controleer altijd of er een blusgasinstallatie aanwezig is en of deze is geactiveerd. En als er een kofferdam aanwezig is, nou, vul deze dan in overleg met de schipper met water. Olie, brandstof drijven brandend op bluswater. Bij schuim geen lichtschuim gebruiken, maar in ieder geval middelschuim. Dat lichte schuim dat zal uiteindelijk door de thermiek vrij snel verwaaien. Door stroomuitval kunnen alle scheepssystemen uit zijn gevallen. Dus daar moet je rekening mee houden. En waar je ook rekening mee zou moeten houden is dat door kortsluiting, door smeltende kabels, motoren door middel van de startaccu's spontaan zouden kunnen opstarten. En als laatste, als je een brand in de machinekamer hebt,
overtuig jezelf van het feit dat de brandstofafsluiters zijn dichtgetrokken. We gaan even kijken naar de kenmerken van een binnenvaartschip. Hier wat plaatjes ervan. Het is eigenlijk best een unieke ruimte, want het is een bundeling van heel veel functies op een relatief klein oppervlakte. Dus mensen wonen daar, ze werken daar, ze transporteren personen, dan wel goederen, transporteren gevaarlijke stoffen. Zo'n schip heeft zijn eigen voorsturingsinstallatie, eigen energievoorziening met brandstof en eigenlijk kan die volledig onafhankelijk van zijn omgeving functioneren. Als je kijkt naar de constructie van een schip, dan kun je zeggen dat die hoofdzakelijk te verdelen is in drie elementen. We hebben te maken met de accommodatie, daar waar de mensen wonen, woonvertrekken, de keuken, de badkamers. Ik zet er bewust badkamers bij, omdat zeker de nieuwe generatie binnenvaartschepen, de grotere schepen, vaak twee woningen op het achterschip hebben en ook woningen voorop voor het personeel, voor de bemanning. En het stuurhuis. Dan heb je het ladinggedeelte, dat is eigenlijk het grootste deel van het schip. En de machinekamer, waar de motoren staan, de technische apparatuur en waar je dan ook vaak de brandstofopslag hebt. En dat alles geconstrueerd in een platte, bijna rechthoekige bak. Al die binnenvaartschepen zijn bijna allemaal plat aan de onderkant. Ik heb hier wat plaatjes van, zoals de nieuwe generatie sturen het er nu uitzien. Het is gewoon ontzettend modern. Prachtige ruimtes, waarbij zo'n schipper goede stoelen heeft, goede apparatuur. Goed zicht, ruimtes zijn goed geventileerd. Dus niet een ruimte waar je jezelf ongemakkelijk hoeft te voelen op het moment dat je dit schip bestuurt. Dit is de stuurhut van een droge ladingsschip, de Faya Condios. Nou, hier een plaatje bij nacht. Nou, je ziet wel dat het eigenlijk de schipper aan niets ontbreekt. Alles goed overzichtelijk, goed bereikbaar. Geen vervelende ruimte om je werk te doen. Het woongedeelte van een ander schip, motorschip de Thailassa. Dit is het woongedeelte. Nou, en dit doet echt niet onder voor een luxe appartement. En misschien is dat nog wel een understatement. Hier weer een plaatje van de Faya Condios, de badkamer. Het zijn gewoon hele luxe ruimtes. Mooi afgewerkt. En hier nog wat plaatjes. Nou, we hebben het al eerder gehad over de stabiliteit van het schip. En als we gaan blussen, dat we dan gelijk moeten nadenken aan het pompen. Dus wat er ingaat, zal er ook weer vrij snel uit moeten. Want anders dan krijgen we toch ruzie met Archimedes. Die stabiliteit is namelijk afhankelijk van het hoeveel water die men gebruikt. En met name ook zeg maar, de hoogte waarop het water zich uiteindelijk opstapelt in het schip. En met name ook de helling die het schip had voor de brand. Dus als we die stabiliteit eventjes apart nemen, dan zijn er een aantal maatregelen voor. Dan is er een aantal maatregelen voor. Waaronder dat je een lid van de bemanning zou kunnen benoemen die kennis heeft van stabiliteit. En dan met name om het schip tijdens jullie inzet in de gaten te houden. Let ook op watergebruik in ruimte. Grote ruimtes met een groot vloeroppervlakte, de free service effect. En denk ook aan de tanks aan boord van het schip en wat er met die vloeistof in die tanks gebeurt. Dus de gasolie en het water. Uiteindelijk als zo'n schip een beetje gaat hellen, dan gaan die vloeistoffen in die tanks ook mee hellen. En die zorgen in negatieve zin voor problemen met de stabiliteit. Nogmaals, water wat erin gaat, moet er ook weer uit. Probeer ook zoveel mogelijk gebruik te maken van de pompen die het schip zelf heeft. Nogmaals, bergingspompen zijn loeizwaar. En als je die vanuit een blusboot of vanaf de wal aan boord moet gaan sjouwen, is dat best nog wel een heel ding. En als het schip zelf pompen heeft, dat kun je dan in overleg met de schipper en ook met de Rijkswaterstaat die erbij zijn, kun je daar gebruik van maken.
Ja, hier nog wat plaatjes. Plaatje rechts, daar zie je ook een gezonken schip. Alleen dit plaatje is genomen op het IJsselmeer. Het hele Markenmeer en IJsselmeer wordt niet dieper dan een meter of drie. Dus als een schip zinkt, dan ligt hij al vrij snel op de bodem. En zo tref je dan zo'n schip aan op het moment dat je daarop op wordt gealarmeerd. Kijk even naar de hitteopbouw van schepen. Nou, in principe is een schip gebouwd om water buiten te houden. Maar het nadeel van zo'n specifieke sterke constructie is dat er snel hitteopbouw kan ontstaan. En dat wordt veroorzaakt door, het zijn vaak staalconstructies, kleine compartimenten, kleine sterke ramen, luchtdichte ramen en deuren, smalle toegangen en doorgangen, en meestal maar één toegang, als je bijvoorbeeld denkt aan de machinekamer. En dat je te maken kunt hebben met schepen met diverse verdiepingen. Nou, hier een plaatje van brand aan boord van een tanker. Die had 900 ton liter benzine aan boord. En je ziet daar heel mooi vanaf de kant een straaltje water. Ja. Het heeft in dit geval niet meer zoveel zin. Algemene aandachtspunten bij brand. Snelle rook- en hitteverspreiding. Dat is toch moeilijk te bereikbaar. Complexe indeling, we hebben het al eerder besproken. Lange aanvalswegen. Soms gevaarlijke ruimtes waar je je in moet begeven. Mogelijke onzekerheid over het type lading. Stabiliteit, wat we al eerder hebben besproken. En ja, toch ook wel een stukje communicatie, omdat we al eerder gezegd te maken hebben vaak met een bemanning. Zeg maar van Poolse afkomst of schippers uit andere landen dan Nederland. Hier wat plaatjes. Nou, linksonder steile trappen, staal naar beneden toe. Smalle luikjes, smalle deuren, hoge instap. Allemaal zaken om rekening mee te houden. Ook dit soort ruimtes, wat al eerder is gezegd. Zo'n schip is volledig onafhankelijk van de wal. Hè? Dus alles wat ze nodig hebben aan boord, dat wordt meegesjouwd. Dus dat betekent dat je ook dit soort ruimtes tegenkomt. Vol met terpentine, met verven, met noem het maar op. Vetten en dergelijke, oliën. Dus met dit soort ruimtes moeten we wel rekening houden. Nou, verder aan de buitenzijde, hier zie je een gangboord van een beunschip. Dat is een dubbelwanderschip. Nou, je ziet hier zo'n kruipgat, kruipruimte. Wel verstandig om uiteindelijk niet in dit soort ruimtes zonder adembescherming naar binnen te gaan. Want als je binnenkomt, dan heb je te maken met vloeren, wanden die verroest zijn. Waarbij het zuurstofpercentage lager is dan die 20,9% die we nodig hebben. En dit is ook een plaatje van een gangboord. Nou, aan het rechter plaatje zie je de bolders nog een beetje aan de rechterkant staan. Hier staan ze bijna in het midden. Het is een oud schip. Als die geladen is, dan zie je zeg maar halverwege het schip dat die gangborden gewoon onder water staan. Dat is een beetje de zeeg van het schip. Zo'n schip heeft dan een beetje een banaanvorm. En als je dan van voor naar achter moet, dan moet je wel met dit soort zaken rekening houden. Zeker in het donker. En zeker als het vriest, als het koud is, gladheid. Ook de beperkte ruimte is een aandachtspunt. We hebben niet allemaal hele mooie nieuwe grote schepen op de rivieren varen. Ook dit soort schepen varen nog steeds. En dan zie je gelijk al dat je ruimte om uiteindelijk te werken behoorlijk beperkt is. Daarom, en zeker plaatje linksonder, is het raadzaam, zo niet verplicht, om bij een inzet aan boord van een binnenvaartschip altijd een redvest te dragen. Heel veel schepen hebben hydraulische hefkolommen voor de stuurhut, met name containerschepen. En alhoewel die stuurhutten en die kolommen zeg maar een zogenaamde vang hebben, dus op het moment dat die hydrauliek uitvalt, dat zo'n stuurhut niet alleen naar beneden kan vallen, want dan wordt die door een soort van vang wordt die opgevangen, is het toch raadzaam om te zorgen dat je daar niet onderdoor gaat lopen, dan wel andere taken gaat doen, spullen daar neer gaat leggen. Zeker op het gebied van veiligheid is het belangrijk dat je daar onderweg blijft. Dus wees bedacht op onverwachte situaties.
Zoals rechts zie je bijvoorbeeld een goede oplossing om de auto mee te nemen. Een soort van liftje wat uiteindelijk zeg maar naar boven komt en waarbij de auto dan naar buiten kan worden gezet. Nou, nog wat weetjes, wat begrippen die we hanteren. Als het gaat om de rivieren, dan praten we altijd over de linker en de rechter oever. Nou, denk altijd een beetje met de bergen in je rug en de Noordzee voor je. En dan is de linkeroever aan de linkerkant. En de rechteroever natuurlijk aan de rechterkant. En dat verandert niet op het moment dat ik het schip omgooi en weer terug ga varen richting Duitsland. Want dan zou je zeggen dat ik aan de rechterkant mijn rechteroever heb, maar dat is niet zo. Dat blijft de linkeroever. Een kilometerrij, nou dat kennen we wel vanaf de snelwegen, maar dan noemen we ze de hectometerpaaltjes. Nou, op de rivieren hebben we kilometerpaaltjes, noem het maar zo. Kilometerrijen noemen we die. Dat begint bij 0 en het eindigt bij 1100. 0 is de oorsprong van de rivier. En 1100 hè, van de Rijn. En 1100 is uiteindelijk zeg maar, daar waar je de Noordzee op vaart. Dus zo zou je de melding kunnen krijgen dat er een schip in de problemen is. En tussen twee kribben is terecht te komen aan de rechteroever bij kilometerrij 800 en noem maar wat. Hang en de oort. Nou, we kennen dat allemaal wel met autorijden. Een beetje lekker in de bocht hangen. Dus de hang is de buitenbocht en het oort is de binnenbocht. En dan stuurboord, bakboord. Ik heb vroeger altijd geleerd dat je dat een beetje moet vergelijken met de politiek. Rood is links, dus bakboord is rood en links. En stuurboord is groen en rechts. Dan nog het weetje, verkeerspost. We merken toch best wel tijdens oefeningen dat men ervan uitgaat dat al ons vaarwater afgedekt is door een verkeerspost en dat we daar onze informatie bij kunnen halen. Maar dat is niet altijd zo. Alleen maar op drukke punten, bijvoorbeeld in Nijmegen, bij de uitvaart van Sluiswurgt, daar heb je de verkeerspost Nijmegen, kanaal 4, en bij Tiel, bij de uitvaart van het Amsterdam-Rijnkanaal, de Bernhardsluis, en bijvoorbeeld op de kruising bij Wijk bij Duurstede, daar zitten verkeersposten. Maar het is niet zo dat alle strekken van de rivieren onder dekking vallen van de verkeerspost. Dus alleen maar, zeg maar in de buurt van drukke punten, drukke kruisingen, sluizen ook. Goed, we kijken nog eventjes naar wat alternatieve energievoorzieningen van schepen. Anderhalf jaar geleden is de overheid, wat ik al eerder heb gezegd, in samenspraak met de branche in gesprek gekomen. En is er een soort Green Deal afgesproken. Er worden natuurlijk ook de nodige subsidies gegeven. En je ziet dat die markt daar enorm aan het bewegen is. En te denken valt aan schepen die al elektrisch varen met grote batterijpacks. Maar ook het eerste binnenvaartschip op waterstof komt eraan. Schepen die met veel zonnepanelen op de dekken varen, op de luiken. Dus er wordt ongelooflijk veel in geïnnoveerd. Zelfs het varen met chutes, wat al op zee gebeurt. Daarvan zie je nu ook al de eerste initiatieven op de binnenvaart komen. Dus zeilende schepen die zeg maar, het brandstofverbruik reduceren doordat ze een deel van het vermogen halen uit die windenergie. Ook het gebruik van andere brandstoffen dan diesel, gasolie, zie je nu ook, en dat is al een paar jaar een tendens, zie je nu ook op het water terugkomen. Het gebruik van LNG, liquid natural gas. En het is de verwachting dat er over enkele jaren heel veel binnenvaartschepen gaan varen op dat vloeibare gas. Omdat die voordelen gewoon te groot zijn om te negeren. Het is schoner, het is goedkoper. Veel minder uitstoot van CO2 en NOx. Het reduceren van uitstoot van fijnstof. Als je LNG gebruikt, dat wordt zelfs tot nul gereduceerd. Het is dus derhalve veel beter voor het milieu. Het is ook nog eens voordeliger dan diesel, dus ja, je hebt uiteindelijk een flinke besparing. En ook dit, we hebben nog voor 30 jaar olie in de wereld, maar nog voor 300 jaar gas. Nou, dit schip is al een paar jaar geleden in de vaart genomen. Dit is de Argonon, dit is het eerste schip
wat op LNG vaart. Het is een zogenaamde B-fuel tanker, dus voor 80% LNG en 20% nog op gasolie. Die witte tank daar aan dek is de LNG tanker. Hij vervoert overigens een ander product hoor, maar vaart wel op LNG. En dit zijn inmiddels al de schepen die op LNG varen. Dan wel voor 100%, dan wel in de B-fuel configuratie. Nou, hier ook weer een persberichtje van Concordia Dame. Een contract getekend voor 40 milieuvriendelijke dual fuel schepen. Dus kortom, ook het gebruik van andere brandstoffen dan diesel neemt een enorme vlucht. En ja, je ziet ook dat die markt daar enorm in aan het ontwikkelen is. Dit schip, een zeeschip, dat vervoert LNG als lading. En het is een Nederlands bedrijf geweest die heeft bedacht dat als ik nou zeg maar die ontgassing van het LNG gebruik om dat naar mijn eigen motoren te sturen, dan vaar ik natuurlijk super efficiënt. Want LNG wordt vervoerd onder een extreem lage temperatuur, min 162 graden. En er is geen isolatiemateriaal ter wereld wat die temperatuur kan vasthouden. Dus je hebt altijd een boil-off, altijd een ontgassing. Ja, en als je dat zeg maar opvangt en uiteindelijk terugstuurt naar je eigen motor, dan ben je natuurlijk gewoon ongelooflijk efficiënt aan het varen. Nou, die ontwikkeling die op zee nu al regel is, zie je nu ook qua initiatieven in de binnenvaart. De VK-groep heeft een paar jaar geleden al een concept gelanceerd voor de bouw van drie nieuwe LNG-tankers. Twee daarvan zouden bestemd zijn voor short sea en voor de kustvaart. En eentje, een LNG-binnenvaarttanker, dat was een wereldpremier, want die zou ook gaan varen met de ontgassing van zijn eigen lading. Dus volledig varen op de boil-off van de lading en daardoor was die 100% emissievrij. Alleen in de binnenvaart hebben we andere regelgeving. Daar hebben we te maken met het ADN, dat regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen. En daar staat in dat er geen product, lading vanuit de ladingzone, naar de machinekamer mag worden getransporteerd. En die regel die voorkwam dat die tankers uiteindelijk gebouwd zijn. Dit was het schip wat men beoogd had te gaan bouwen. Elektrisch varen daarentegen, ja, dat is nu al praktijk. Hier zie je twee voorbeelden. De Sendoliner, binnenvaartcontainerschip. Ja, dat is eigenlijk de koploper als het gaat om het varen, het gebied van emissiearm varen. En de Nijmegen Max, een elektrisch schip. Momenteel gebruik ik nog dieselgeneratoren om de elektromotoren aan te drijven. Maar binnenkort gaan ze aan de slag met batterijcontainers. Dus dan moet je voorstellen dat er bij de terminal in Nijmegen een container staat, volgeladen met geladen batterijen. Hij geeft daar zijn lege container af. De volle container wordt aan boord genomen, aangesloten. En ze kunnen zomaar weer 2,5 uur varen. De infrastructuur is er. Dus nu is het eigenlijk alleen nog maar doorpakken om uiteindelijk op al die terminals die laadstations te hebben. En in Nijmegen is men al zover. Samengevat. Kijk bij aankomst naar kenmerken van het schip. En stel je eigenlijk de vraag, ja, wat voor type schip is dit nu eigenlijk? En als het al een schip is wat vloeistoffen, wat gevaarlijke stoffen vervoert. Ja, wat voor soort stoffen dan? Hoeveel kegels heeft het? Hebben we te maken met slachtoffers? Is het schip drijvend? Hebben we te maken met stromend water of stilwater? Al dit soort zaken. Ligt die voor anker? Is die afgemeerd? Aan welke zijde van de rivier? Dus je eigen vooraf heel goed informeren. Achterhaal het soort lading en neem dat in het plan plus ook altijd mee. In ieder geval als het gaat om de gevaarlijke stoffen. Laat je vooral informeren door de kapitein of de gezagvoerder, hoe je hem dan ook noemt, of de schipper. In combinatie met het veiligheidsplan. Dus de eerste stap is eigenlijk de gang naar de schipper en in overleg met die schipper gaan vragen van waar kan ik je schipper mee helpen met mijn ploeg en wat heb je zelf al gedaan en ja, hoe ziet je schip eruit? Laat me het eens zien op het plan. Bij een afgemeerd schip niet vergeten om de trossen te koelen als er brand aan boord is. Want als die doorbranden, ja, dan gaat het schip er vandoor en dan hebben we een uitdaging.
wees je zelf bewust van je ontsnappingsmogelijkheden. Want meestal bij een schip wat afgemeerd is, heb je maar één toegang. Dus zorg voor een tweede terugweg. Extra veiligheid, bijvoorbeeld met een ladderwagen. En hou rekening met lange aanvalswegen en vluchtwegen op onbekend terrein en onder zware omstandigheden. Bij oudere schepen kun je te maken krijgen met asbest. Dus hou daar rekening mee. De bilge. Heel veel schepen, nogmaals, in de machinekamer hebben een behoorlijke hoeveelheid bilge onder de motor. En dan moet je denken aan zeg maar 1000 liter tot aan 3000 liter wat onder de motor zou kunnen zitten. En die bilge is eigenlijk niks anders dan een combinatie van condenswater, smeerolie, gasolie, misschien een beetje hydrauliek. Wat dan uiteindelijk op zeg maar het water zeg maar onder de motor drijft en onder de platen waar je overheen loopt. Denk aan gas aan boord, daar hebben we het al eerder over gehad, van pleziervaart. En met name voor onze bevelvoerders en onze OVD's, denk aan de kans op regio-overschrijdende inzet met nogmaals de nodige communicatieproblemen. Want bedenk dat een scheepvaartincident altijd een multidisciplinaire inzet vereist. Blijf altijd in overleg met de schipper of de gezagvoerder gedurende de gehele inzet. En dan zeg ik, dan moet het wel mogelijk zijn natuurlijk, maar als die in de stuurhut is, dan blijf dan in overleg met hem. En zoek bij een varenschip, of in ieder geval een schip wat nog op de rivier drijft, samenwerking met de KRPD en Rijkswaterstaat en of Rijkswaterstaat. Het zou zo kunnen zijn dat je vindt dat er onder last moet worden gevaren, dat schepen bijvoorbeeld aan één kant moeten gaan varen omdat aan de andere zijde van de rivier een incident plaatsvindt. Dat soort zaken goed afstemmen met de andere hulpverleners op het water, politie en Rijkswaterstaat. Er staat daar tussen haakjes stremmen, dat horen we ook nog wel eens tijdens de oefeningen. Ik wil nu dat de hele rivier gestremd wordt. Ja, dat is zeker op de Waal wel een utopie om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Zeker als het hoog water is en het hard stroomt. Je kunt niet zomaar dit soort hele grote schepen stilleggen om uiteindelijk zeg maar die veiligheid te garanderen. En dan tenslotte coördinatie. Als we een groot incident hebben, dan is het verstandig om een brughoofd in te schakelen, een extra OVD. Een extra OVD aan de wal voor logistiek. En vanwege die zware omstandigheden in een vroeg stadium aflossing te organiseren. Nou, wat hebben we gedaan vandaag? We hebben gekeken naar hoe we mogelijk een incident met brand aan boord van een passagiersschip aan kunnen pakken. We hebben gekeken naar de veiligheidsvoorziening aan boord van schepen. We hebben aandacht gegeven aan wat specifieke gevaren aan boord van schepen. En tenslotte hebben we een kijkje genomen in de nabije toekomst als het gaat om alternatieve energievoorziening van schepen. Bedankt voor jullie aandacht en als er nog vragen zijn, hebben we daar zo de tijd voor. Tot ziens!